We zijn bij TED Exchange. En TED Exchange is een apart familielid in de TEDx familie. Het is namelijk een meekijk-event naar een groot event in Amerika. Melinda Gates die heeft een aantal sprekers uitgenodigd waarvan zij vindt dat die ideeën echt super relevant zijn voor de wereld op dit moment. En zij nodigt dan communities overal ter wereld uit om mee te kijken. Dus vandaar dat TEDx Amsterdam eigenlijk meekijkt met dat event in Seattle. Can religious believers positively disrupt themselves? Can we call our own traditions to account? I think we can. Ik ga het hebben over nieuwe vormen van ontwikkelingssamenwerking en HIV-AIDS, gezondheidszorg in Afrika en hoe er met weinig heel veel bereikt kan worden. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat dat heeft kunnen gebeuren? Ik ga vanavond me vooral richten op entertainment met een meerwaarde. Ik geloof heel sterk dat storytelling heel erg gaat bijdragen aan social change. En de formule die ik straks ook ga onthullen is E plus M is SC kwadraat. Oftewel entertainment plus een meerwaarde is social change in het kwadraat. Ik ga naar TEDx omdat ik het leuk vind om geïnspireerd te worden. Maar vooral ook om de mens. En dat was vanavond ging ik ook eigenlijk omdat ik wist dat er leuke mensen in de zaal zouden zitten. Dus tijdens de borrel, tijdens de open space die vanavond plaatsvond, krijg je nieuwe ideeën opdoen en verbindingen leggen die je anders niet zo makkelijk maakt. Wat de vraag wat na de beelden van Seattle, van hier in de zaal gebeurde, vond ik bijna nog meer disruptive, als je dat woord moet gebruiken, dan de vraagjes in Seattle. Onze eerste stelling gaan we beginnen met een filmpje. Ik vond het verrassend om te constateren dat gewoon zoveel mensen uit verschillende werkvelden en ook van de verschillende leeftijden gewoon door zulke thema's geboeid zijn en hier gewoon bij betrokken willen zijn. Dat vond ik wel een eye-opener voor mij.